We hebben hier Bas Ragers. Je stond eventjes op onze zwarte lijst, maar je bent er gelukkig weer. Yes, yes. Heb je wel eens misdragen? Nou ja, dat had ik iemand van de redactie verteld. Dat had ik nooit moeten vertellen. Maar nee, want hij vroeg mij van, ja, wat vind jij daar nou van? Ja. Wat vind je ervan? Nou, en ik vind het heel goed. Ik denk, het is je eigen huis als café- of restauranthouder. En als daar iemand naar binnen komt die zich niet kan misdragen, ja, die hoeft er dan eventjes niet meer in. Ja. Ik vind het heel goed. Stadion verboden heeft ook gewerkt, volgens Logisch. Mij. Maar nu het verhaal waar jij helemaal de mist in nou ja, het heeft mij ook gewerkt. Het heeft mij ook gewerkt. Ik was over enthousiaste popster in de jaren 90. En toen, ja. Toen sliep ik in een hotelketen in Berlijn. En daar kwam ik 's ochtends vroeg om 6 uur was ik uitgegaan. En toen dacht ik, nou weet je wat heel verstandig is? Om een heel groot glas Suderans te bestellen. Verse Suderans, lekker zuur. Daar dacht ik dus, ik denk... En toen deed ik een soort exorcist, maar dat wist ik niet eens meer. Toen ben ik in slaap gevallen in mijn eigen drap. En ik weet wel dat ik zo op dat bed lag en dat er een werkster zo naar mij keek. En ik lag zo, en dat echt gewoon uit zijn hoofd. Oh mijn god, wat hast u gemacht? Dat weet ik nog wel. En toen werd de tourmanager geroepen. En toen lag ik daar echt half naakt, echt in de chiderons en in de drap. En werd ik, ja, echt heel goor. En toen moest ik echt, toen kwam ook de hotelmanager erbij. En toen moest ik echt die kamer meteen uit. In de kamerjas moest echt weg. En wij mochten ook niet meer met Kort en Direct, het beentje waar ik in zat, mochten wij ook niet meer in deze keten. In heel Duitsland mochten wij niet meer slapen. Dus er werden heel veel grappen over gemaakt. Maar dat werkt natuurlijk. Ja. Ik heb het nooit meer gedaan. Nee. Nee. Dankjewel voor dit verhaal, Bas. Je bent de enige die zich heeft misdragen. Maar wel fijn dat je het even met ons wilde delen. Na 21 seizoenen stopt hij ermee. De dagelijks de wereld.